De metro gaat niet rijden vanwege de veiligheid voor haar personeel. Ook wil de RET niet rijden naar de vuurwerkshow in Nesserlanden. We willen hier allemaal iets neerzetten voor een vierseizoenen badplaats. En Oud en Nieuw is natuurlijk een geweldige kans om hier wat te gaan organiseren. De stichting heeft nog geen contact gehad met de directie van de RET. We wachten eigenlijk een beetje af wat de gemeente gaat doen. Ik begrijp dat ze morgen een raadsvergadering hebben. En we hopen toch dat ze de RET weten te overtuigen om te gaan rijden. Leefbaar Rotterdam heeft een debat aangevraagd in de Rotterdamse gemeenteraad over dit onderwerp. Als mensen geen gebruik kunnen maken van die lijn die er toch ligt, want het is een nationaal vuurwerk, het is een feestje voor alle Rotterdammers. En of je nou in een Uithoek woont of je woont in het centrum, ik vind een Uithoek een hele vervelende uitspraak. Want Hoek Voorland hoort gewoon bij Rotterdam. Wij worstelen er enorm mee. Wij proberen mensen te krijgen om te gaan werken. We hebben er ook zin in om daar tijd en energie in te investeren. Verwachten namelijk ook niet gelijk dat het een wereldgroot evenement wordt. Maar we zien wel iets dat we dat voor de meerdere jaren moeten gaan doen om Hoek van Holland op de kaart te zetten. Het debat over het wel of niet rijden van de metro is donderdag in de gemeenteraad van Rotterdam.